droog kun je worden in 12 weken tijd. Samen met Bart, dus Bart en Mart, hebben we dat voor Men's Health uitgezocht. Bij Men's Health zien we natuurlijk altijd perfecte lichamen. Maar de vraag is, past zo'n ideaal coverbeeld eigenlijk wel bij een gezondheidsideaal? We spoelen terug naar 12 weken geleden waar ons avontuur begon. Vervolgens volgen jullie in deze docu onze leidensweg tot het eindresultaat die je zeker mag wezen, dacht ik zo. Om te valideren dat we gezond genoeg waren om aan deze challenge mee te doen, hebben we ons van tevoren eigenlijk laten meten bij SMC Sportmax. Wij zijn een sportmedisch adviescentrum dat eigenlijk voor iedere sporter een plek is om in kaart te brengen van goh, hoe sta ik er eigenlijk voor, ben ik gezond bezig en hoe kan ik mijn doelen behalen. En zij hebben gekeken naar hoe onze longen eraan toe waren, wat ons vetpercentage waren. Ze hebben zelfs naar onze ogen gekeken, algehele lichaamsinspectie. Hey, al met al, hè, helemaal van top tot teen nagekeken, zie ik gekke dingen? Nee, eigenlijk niet. Hè. Ik zie geen reden waarom je niet zeg maar, aan dat onderzoek zou mee kunnen doen. Alles is uitgezocht, van ons bloedwerk tot de perfecte macro's, om maar te zorgen dat het zo gezond mogelijk is. En dat is dan net het verschil tussen een gemiddelde fit journey, dat we het ook op medisch gebied zo verantwoord mogelijk willen doen. Maar of dat dan echt gezond is? Met alle informatie van SMC Sportmax heeft Jasper Schmid het perfecte schema voor ons samengesteld. Qua voeding en qua training. En dan gaan we ook meteen onze doelen vaststellen. Nou, om de beste shape van je leven te bereiken, om zo droog mogelijk te worden en er zo goed mogelijk blijven uit te zien, zul je op detailniveau moeten gaan werken. Als jij altijd 20 cashewnoten eet om 4 uur en daar nooit van afwijkt, en ik maak er de volgende week 10 van, dan gaat er iets veranderen in je lijf. Stel, wij volgen dit echt cashewnoot voor cashewnoot tot het eind. Waar denk jij dan, op basis van onze lichamen, waar we ongeveer uit kunnen komen? Mijn eerste vraag aan jullie dan terug is, wat verwachten jullie zelf? Ik zat zelf aan deze te denken. Ik zit zelf een beetje in die hoek. Denk dat jullie zelf wat tekort doen. Als ik naar jouw lichaamstype kijk en je gaat het 100% volgen en je gaat er helemaal voor, is zoiets zeker haalbaar. Het is toch wel een heel droog fysiek met een boel kwaliteit erop. En voor jou Martijn, ja, ik vind je heel erg op deze manier lijken. Ik heb niet het gevoel dat het mijn broer zou kunnen zijn. Ja, ik denk dat we allebei een beetje een soort van, nou... Een beetje flabbergast. Ik geloof absoluut dat het kan, maar ik moet er nog even mijn mentale beeld een beetje bijwerken van mezelf. Ja. Prima aan de hart knallen. Eigenlijk ben je gewoon de hele tijd met eten in de weer. Dus je denkt altijd aan je huidige maaltijd, je volgende maaltijd, de maaltijd daarna, de boodschappen voor je maaltijden. Je bent de hele dag met eten bezig, maar eigenlijk krijg je veel te weinig binnen. Ja. Dus dat, het is een soort van hele rare tegenstrijdigheid. En dit is wat ik ongeveer op een dag binnenkrijg. 'S Ochtends begin je de dag met 6 eieren. Dat zijn 5 eiwitten met 1 heel ei. Er zitten wat lekkere supplementen bij, BCAA's, multivitamine. Wat havermout met een schepje eiwitpoeier en een glas glutamine. Kalkoenfilet, tonijnstukken ei, kantaloup, kalkoenfilet, supplementjes, tilapia. Filet, lijven en s'avonds niet te vergeten. En dan heb je zo een goede dag van heerlijk eten. Het dieet was wel een beetje eentonig. Een beetje elke dag hetzelfde. Ons voedingsschema is aangepast en eindelijk ben ik van die tonijnsteak af. Nu lekker tonijnblik, yes. Daar hou ik wel van, vind ik veel lekkerder. Ik ga mezelf even lekker verwennen met een goede cheat. En een lekker burgertje. Die gaan we even goed opeten, ik heb er zin in. Soms is een cheat meal wel goed om het patroon te doorbreken en ook als je zegt van nou ik heb het moeilijk en je weet van over 2 dagen mag ik lekker wat gaan uit eten, dan maakt het wat makkelijker, dan heb je wat om ernaar uit te kijken als het ware. Vandaag ook nog getraind trouwens, een lekker workoutje gehad, dus dat burgertje dat heb ik wel verdiend dacht ik zo. Week nummer 6 en nog 6 te gaan. Kijk, laten we proberen ons energielevel op te peppen. Zo! Het was tot nu toe, als je het aan mij vraagt, een zware strijd. We hebben woensdag even een dippie gehad, heel moe die dag. Mentaal heb ik me nog nooit zo zwak gevoeld. De eerstvolgende keer dat een toerist naar me toe komt om te vragen waar de wallen zijn, dan wijs ik gewoon onder mijn ogen, want zo vermoeid ben ik. Je hebt gewoon echt meer rust en meer slaap nodig. En je moet echt bezuinigen om met die hoeveelheid calorieën soort van uit te komen. Ik vind het moeilijker dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het wat minder extreem zou zijn. Ik merk wel aan mezelf dat ik geïrriteerd
tevreden ben, vermoeid, vaak honger. Hoe minder je eet, hoe zwaarder die workouts worden. Dit was mijn eerste ochtendtraining. Normaal vind ik dat niet zo chill. Maar nu is het zo dat we nog lager in calorieën gaan. Wat betekent dat je nog minder energie hebt. En als je dan op het eind van de dag gaat sporten, dan kun je gewoon niet verzekerd zijn van een goede workout. Je intensiteit verandert gewoon per week. Dus de ene week dacht ik, yes! En dan had ik echt zin om te knallen. En dezelfde workout, dezelfde tijdstip, een week later zat ik echt zo er doorheen. Ja, dat hakt er gewoon wel echt in. In het begin was ik een beetje somber, zag ik het resultaat niet helemaal. Niet tevreden. Nu zie ik de resultaten en nu ben ik minder somber. We zijn goed op weg. Ik zie het resultaat nu echt. Ik ben nog kritischer geworden op mijn lichaam dan ik al was. Op een gegeven moment verdwijnt overal het laagje en blijft die hangen op de plekken waar je eigenlijk het eerst aankomt. Daar val je als laatste af. En dan kijk je alleen maar daar naartoe. En dan word je heel gefocust op iets super onbenulligs. Iemand anders denkt, hé, ziet er goed uit. En ik zie mezelf. Ik zie alleen maar dat ribbeltje. Nou, bevestiging. Ja. Bevestigende knik van Bart. Ja. Top. Ja, jij verwoordt het altijd wel lekker. Ja. Ik kan best wel even... Ik laat het aan jou. Ja, is goed. We zijn vandaag in Akasha Gym. We zijn natuurlijk al 9 weken bezig. Dus het gaat eigenlijk vooral om het puntje op de i. En willen we eigenlijk kijken hoe we dat met training natuurlijk ook nog kunnen doen. Dus vandaar dat we eigenlijk vandaag met jou meekijken en dat jij ons begeleidt. Jullie mogen van mij niet zo heel veel meer eten. Dus we gaan heel spaarzaam zijn waar we echt gas gaan geven. Maar wat is nou het risico als ik vandaag toch wel maximaal dat gaatje wil gaan? Nou, als je toch tot het gaatje gaat en het te lang gaat doen, dan kan je lijf daar niet meer van herstellen. Je krijgt niet genoeg eten, slaap zal ook steeds minder worden. En wij noemen dat dan dat je plat wordt. Dus je lijf wordt steeds platter. Dus je spieren zullen niet meer bol zijn. Hebben, ziet er niet zo goed uit. Dus, Jasper, wat gaan we trainen vandaag? Welke spiergroepen? Nou, een van de belangrijkste spiergroepen voor de foto, schouders, armen. Teetje inschenken als je boven bent. We gaan nu een frontrace doen met de barbel. Waarom doen we deze? Omdat het echt een 3D-look geeft op een foto als je hem vaak genoeg doet. Dus je duim eroverheen en je draait je handen een beetje naar binnen toe. Je komt omhoog tot je kin en je gaat een paar centimeter voordat je je buik raakt stoppen. Laatste. Boom. Op naar de volgende. 6, 7, 6, eentje. Als je het niet haalt, gaat hij af. Okay. Ja? Let's go. 1, kom. 2, 3, 4. Dus wat je moet doen is, je hebt een paar momenten in de training waar je eigenlijk je bal uit de broek legt en laat zien wat je waard bent. Ja? Maar als je dat de hele tijd doet, kom je dan niet meer te boven. Ben je overtraind, heb je daar 4 weken vakantie nodig om weer een beetje terug te komen. Okay. Je moet je lijf een reden geven om spiermassa te behouden. Dus dat doe je met 1 of 2 oefeningen en dan ga je all out. Maar nu zit je 3 weken voor een piekmoment. Dan gaat dat niet. Helder. Yes? Yes. Top. Wat dacht jij op het moment van de check-up? Dat Jasper ons even fysiek ging keuren en we stonden in de spiegel onder het licht. Ja, ik dacht een beetje wat ik de laatste tijd überhaupt dacht. En dat is gewoon... Oké, en als ik dit nu aanspan... Maar ik was wel tevreden met wat ik zag. We gaan je nog iets strakker trekken, met name onderkant buik. En voor de rest gaan we het algehele plaatje lekker scherp maken en dan ben je er. Voor jou, Bart, ja, je bent ontzettend scherp al. Zoals je zelf ook ziet, buikspieren liggen er al heel diep in. Waar ik me even bij jou op wil focussen is vooral de schouders, dat die wat boller staan. Iets meer die 3D-look en iets meer bovenkant borst. En dan zijn we er. Ik was heel blij. Dat was echt het moment van dacht ik, nu ga ik Henry inhalen. Nu gaat het gebeuren. De laatste loodjes die zijn in zicht. Het begint nu wel zwaarder te worden. We gaan een nieuwe fase in. Het is een beetje een rare fase als je het mij vraagt. Hoe komt dat? We gaan zout laden. We zitten nu op dag 2 van de peak week. Ik heb de afgelopen 3 dagen het energieniveau van een natte krant. Ik heb niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik moet mezelf echt naar de gym slepen. Normaal heb je een portie hoeveel je ongeveer op een eitje zou doen. Dus... En nu gaan we dat
eerst keer anderhalf doen, keer twee. Ja, dat smaakt best wel zout. En een eitje, die is er ook wel lekker zout. Je waterinname ga je dus ook verhogen. Ik wil niet echt dorst, als ik dit zo zie. Nog een paar dagen voor de shoot. Gisteren 6,5 liter water naar binnen gewerkt. 13 van deze jongetjes. Kijk uit naar de shoot dinsdag. Sinds donderdag is het eigenlijk alleen maar verbeterd, want ik had donderdag echt even een down momentje. Ja, nu zijn we aan het water droppen alweer. In de laatste dag. We gaan vandaag ook nog koolhydraten laden. Dus dat betekent heel veel rijst. Om 8 uur vanavond sturen we nog een foto door naar de coach. Die gaat dan kijken of we vol genoeg zijn. Gaan we dan nog meer laden of niet? Dat was hem wel, denk ik. 12 weken. We zitten er wel echt op vandaag. Waarom ze dit doen? Om lekker rustig te worden, om het hart niet zo te pompen, zijn ze niet zo gestrest, geen vocht in de benen. Ik ben best wel zenuwachtig, want ik heb nog nooit zoiets gedaan. Dus dit is een primeurtje. Lekker ontspannen, klaar voor de shoot. Helemaal zen. Dus we gaan vandaag uiteindelijk schieten met Jeroen de Beer, dus de fotograaf. Je ziet hem al een beetje in actie, dus laten we naar binnen gaan. We gaan vandaag een fotoshoot doen met de mannen en langzaamaan gaan we ze opbouwen richting een peak shape. Dus we gaan wat dingetjes manipuleren met voeding, met training, om hem op een beste eruit te laten zien vandaag. Die chocolate chip cookies, oh ja, die waren wel goud. Die waren echt fantastisch. Die hoopte ik ook. En dat heb ik echt gemist, man, chocolade. Maar die whisky, ik weet, toen ik dit zo'n klein stokje nam, voelde ik echt zo'n Dragon Ball Z, zo van onderuit mijn voeten komen. Als jij nou wat gaat pompen, zul je wat meer aders gaan zien. Ja, en mij helpt het altijd wat makkelijker voor de camera te staan. Hè? Die is echt bruut. Het is fijn dat het waard is, hè? Dan als je zo door de hel bent gegaan. En de foto's. Ja. Die liggen er niet van. Holy shit, man. Ja, we hebben natuurlijk ook een nameting gedaan bij onze vrienden van SMC Sportmax. En eigenlijk zeiden de artsen ook, dit is niet iets wat goed is voor je gezondheid. Ik denk wel dat we niet veel beter gaan scoren. Even kijken, de test. Wat heb je gehaald? Je hebt nu 268 watt gehaald. Als we vorige keer gaan kijken, kwam je over de 300. Dus qua uithoudingsvermogen heb je wel veel ingeleverd. Ik denk misschien zelfs nog wel slechter. En als je vorige keer gaat kijken, ben je bijna 10 kilo ben je verloren. Wat wilde ook met name dat het vetpercentage naar beneden ging. Is dat gelukt? Ja, eigenlijk heel erg goed in. Maar dat heeft misschien wel eens een keerzijde. Ik ben zwak, vermoeid. Hongerig, een beetje sippig. Ik heb mijn visceraal vet laten meten. Dus vooraf was die 46, tijdens was die 36. En nu achteraf is die in 3 weken tijd een derde hoger dan wat die vooraf was. Dat is wel een slecht teken. Ik zou het zelf oprecht niemand aanraden. Het is wel dat je het zo behoorlijk extreem ervaren hebt. Dan denk ik, ja, die moet je misschien niet willen. Maar wel in goede shape. Dus. Tel uit je winst. Als we zo allemaal opzommen, dan klinkt het alsof het niet waard is geweest. Maar persoonlijk voor mij is het achteraf gezien wel waard geweest. Omdat ik gewoon heel benieuwd was hoe ver ik mezelf kon pushen, het eindresultaat. En daar ben ik uiteindelijk wel tevreden mee. Als ik die foto van jou zie, nu nog steeds, ik ben gewoon nog steeds onder de indruk. Avontuur erop zitten. Vandaag mochten we cheaten van de coach. Dus ik heb deze, jongen. Overheerlijke pizza. Dus dit is geen genieten, hoor. Proost, jongens. Op een mooie afloop.